vandaag een video rond het maken van video. Dus hoe dat je eigenlijk heel specifiek voor de Sony Alpha 7 serie. Dus ik gebruik zelf een Sony Alpha 7. Op dit moment staat hij daar ook gemonteerd. En daar zit nu een... Het is een 35mm 2.8 lens. Ik probeer het af te lezen, maar het staat ondersteboven. Het is die heel compacte lens voor de Sony reeks. Eigenlijk als je opname wilt maken met... waarbij je meer van de omgeving wilt in beeld brengen, kun je beter naar de 28mm gaan bijvoorbeeld. Heel veel YouTube-kanalen zal je zien dat die gefotografeerd worden met de 28mm. Of zelfs de 20mm, ik geloof dat er ook een 20mm is van Sony uit. Maar ik zou nu eigenlijk vooral de instelling, de voornaamste instelling van de Sony willen bespreken. Dus heel specifiek voor Sony. Als je een ander type camera hebt, dan is de kans klein dat je met deze video heel veel zult slimmer of verstandiger worden. Dus we vliegen erin. Eigenlijk het eerste wat je nodig hebt naast de body, de lens natuurlijk en misschien ook een opstelling voor licht, is uw geheugenkaartje. Daarbij is het al belangrijk dat je voor een zogenaamd SDXC kaartje gaat. Dus dat is een type dat eigenlijk slaat op de capaciteit en de snelheid van de SD-kaart. Rond de klas 10 of meer. Maar eigenlijk als je een SD-kaart koopt die 64 GB grootte heeft of meer, zit je eigenlijk al goed, want die zijn allemaal van het SDXC formaattype. Er zijn twee merken die ik kan aanbevelen. Aan de ene kant heb je de Samsung geheugenkaartjes, daarvan weet ik dat die goed werken. En je hebt ook de SanDisk kaartjes. Maar daarbij is het belangrijk dat je de SanDisk Extreme kaarten gebruikt van 64 of meer. Want ik heb eerder al een video gemaakt rond andere SanDisk type kaartjes die een tijdje vrij goedkoop via de Action en dergelijke en online ook aan te kopen waren. Maar die dus eigenlijk vooral in de GoPro problemen geven, waarbij dat de GoPro gewoon niet kan wegschrijven naar het kaartje, maar ik vermoed dat die ook wel met Sony bijvoorbeeld problemen zou kunnen geven. Dus ik zou die zeker afraden. Investeer desnoods een klein beetje meer in een geheugenkaartje, koop desnoods maar één kaartje. 64 GB is al vrij veel. Als je na elke sessie eigenlijk gewoon uw opnamemateriaal op een harde schijf zet, rond harde schijven en veilige opslag op uw computer en dergelijke meer, daar heb ik ook al video's gemaakt, daar kan je zeker ook op terugbladeren. Maar dan verder ook wat de instellingen betreft. Dus als je de camera opstart, dan krijg je eigenlijk via de menuknop kun je naar de instellingen gaan en ik denk op het tweede blad kan je de video-instellingen gaan instellen. En daar is eigenlijk het voornaamste. We zullen straks ook over sluitertijd spreken, dat is ook vrij belangrijk. Over het algemeen is kennis over fotografie, over belichting ook wel vrij handig. Maar eerst en vooral, de video-instelling is heel specifiek voor videografie en dat zal waarschijnlijk in mijn videoreeks nog maar heel weinig aan bod gekomen zijn. En bij de Sony Alpha 7 heb je daar eigenlijk een vijftal opties. De eerste twee opties, dat zijn de zogenaamde 50i. En dan heb je denk ik 24 en 17 ms denk ik, ja, of iets in die zin. Die opties zijn eigenlijk enkel goed als je 100% zeker bent dat je enkel gaat opnemen voor bijvoorbeeld alles wat met televisie te maken heeft. Dus denk aan dvd en dergelijke meer. Dus als je zeker bent dat je niet via digitale kanalen zult werken, maar echt via dvd, dan kun je die opties selecteren. Maar over het algemeen is het verstandiger om naar een van de drie overige opties te gaan, dus de 50p opties. De 50p en de 25p beter. Die zijn beter geschikt voor digitale content zoals YouTube en andere vormen van delen van video via het internet en dergelijke, via het netwerk. Nu, bij die laatste drie opties, eigenlijk de eerste, de middelste dan, is de 50p 28m. En deze optie is eigenlijk alleen handig als je slow motion wilt fotograferen. Die gaat eigenlijk dubbel zoveel frames gaan opnemen per seconde, dus 50 in plaats van 25. En dat maakt dat je, als je dan je video bewerkt achteraf, dan kan je eigenlijk voor elke seconde, dus dan kan je van 1 seconde 2 seconden maken. Dus dan kan je dat eigenlijk gaan vertragen, je opname, zonder dat je een aantal frames gaat verliezen. Dus dan kan je eigenlijk, omdat je dubbel zoveel frames genomen hebt tijdens je opname, die opname dubbel zo traag gaan afspelen en toch nog evenveel frames gaan weergeven. Dus zonder verlies van kwaliteit kan je toch slow motion gaan weergeven. Nu de andere twee opties, de 25p 24m of de 25p, de onderste zat dan 17m. Het verschil tussen die twee opties is eigenlijk die 24 en 17m. Dat gaat dan over bitrate, dus over kwaliteit. Tenzij dat je echt een probleem hebt met opslag, om wat voor reden dan ook.
Dan zou je kunnen voor de 17M gaan, maar over het algemeen is het verstandiger om de 25P24M te selecteren. Dat is eigenlijk de meest gebruikte optie, de 25P24M. En die 25P komt eigenlijk overeen met 25 frames en dan de 24M gaat over de bitrate. Als je dan, dus ik had al gezegd, als je slow motion fotografeert, dus als je toch die 50p zou kiezen, dan ga je best voor een sluitertijd. Een sluitertijd van een 60ste van een seconde. Dus dat betekent dat je eigenlijk, als je die halveert, nog altijd een 30ste van een seconde hebt. Je kan ook meer gaan, maar hoe hoger de sluitertijd, hoe minder dat je hoe minder fraai het beeld wordt. Dus het komt eigenlijk op neer als je bijvoorbeeld, ja trouwens, als je de 25p optie kiest, 24m, dan zou ik een sluitertijd van een 50ste van een seconde kiezen, omdat die het dichtst aansluit bij hetgeen wordt gebruikt bij het opnemen van echt filmmateriaal, cinemamateriaal, waarbij zij filmen aan een 49ste van een seconde is het geloof ik, dus dat is praktisch een 50ste van een seconde. Dus dan ga je echt een filmachtig beeld, een cinematisch beeld gaan creëren. En het grote verschil tussen bijvoorbeeld een 50ste van een seconde en een 200ste of een veel hogere sluitertijd is dat elk frame wat je opneemt, dus die 25 of die 50 frames per seconde, als je een 50ste hanteert, dan zal elk frame, als je een bewegend onderwerp hebt, dan zal in elk frame die beweging te zien zijn en niet bevroren zijn. Terwijl dat als je een hoge sluitertijd kiest, zoals die in 200ste van een seconde, dan ga je eigenlijk elke beweging in die frame gaan bevriezen. Dus dan ga je meer een schokkend, je gaat waarschijnlijk niet echt die schokken kunnen zien, omdat je daar veel frames hebt, maar je zult wel merken dat de bewegingen in het beeld minder natuurlijk overkomen. En er zijn heel weinig situaties, ik denk dan bijvoorbeeld, er zijn uitzonderingen zoals actiebeelden, actiefotografie, daar kan het misschien wel interessant zijn om juist dat heel felle, hakerige beeld toch, of ja, echt haker is het juiste woord niet, maar het bevroren beeld te filmen. Maar in de meeste situaties wil je meer een natuurlijke beweging van uw onderwerp. Dus dat is wat betreft de sluitertijd. Dus over het algemeen kies een 50ste van een seconde. Nu, als je binnen werkt, als je binnen film opneemt, dan bijvoorbeeld hier in deze situatie, dan heb je een gecontroleerde omgeving. Ik heb hier twee lampen op mij gericht. Ik heb een vrij neutrale achtergrond van rood-grijze bakstenen. Ik heb daar een klein beetje wit, maar totaal niet overheersend en totaal ook geen lichtbron die recht in de lens schijnt of iets dergelijks meer. Maar als je buiten gaat filmen, dan ga je al snel heel veel meer uitdagende lichtsituaties tegenkomen. Je zal sowieso al veel meer licht hebben. En als je dan aan die 50ste van een seconde wilt werken, zal het al moeilijk worden om daarbij een groot diafragma te hanteren. Juist omdat je zoveel licht hebt, sowieso zou je de ISO-waarde laag mogelijk willen zetten. Dus op ISO 100 bijvoorbeeld, afhankelijk van wat je camera kan. Maar het is zeker zo dat je om een juiste belichting te bekomen, ga je bij een 50ste van een seconde buiten, zeker bij mooi weer, moeten gaan naar diafragmawaarden van een 8ste, een 11ste, denk zelf eerder, een 22ste en dergelijke. Maar dat is heel kleine openingen. Met als effect dat eigenlijk dat je heel veel scherpte diepte creëert. Dus dat je zowel je onderwerp als je achtergrond en dergelijke meer allemaal scherp zijn. En het kan juist heel mooi zijn om met scherpte diepte te spelen, dus om heel weinig scherpte diepte te hebben in beeld. Dus met een klein diafragma, dan een grote diafragma opening, zoals een vierde, een tweede. Dit is nu een vijfde, geloof ik. Om dat te bereiken overdag kun je zogenaamde ND-filters gebruiken. ND-filters zijn filters die je voor op je lens schroeft en die eigenlijk het licht gaan verminderen. Je hebt ND-filters nummer 8 en dergelijke meer. Dat is het aantal stops dat eigenlijk van je belichting wordt afgenomen. Dus op die manier kun je, pas op, ND-filters zijn wel niet goedkoop, maar op die manier kun je dus met een ND-filter het licht gaan reduceren wat je buiten hebt, waardoor je dus met een klein diafragma taal, grote diafragma opening, klein diafragma bereik, een vrij trage, relatief trage sluitertijd van een 50ste van een seconde toch nog kunt gaan opnemen. Een andere tip rond het nemen, en de laatste ook, want we gaan dan al snel afronden. Maar de laatste tip die ik toch nog wil meegeven is, als je dan in de profielen, image profiles, en daar kun je gaan voor een neutraal image profiel. En dan kun je daar eigenlijk ook nog elke afzonderlijke instelling, zoals contrast en dergelijke, meer zo laag mogelijk gaan zetten. En daarmee bereik je, zeker belangrijk als je buiten fotografeert, dat je met heel weinig contrast gaat fotograferen. Nu, als je dan je beeldmateriaal achteraf gaat bewerken op de computer, is het wel belangrijk dat je ook dat contrast terug gaat zetten. Dus dat je terug je kleuren gaat opwaarderen en je contrast gaat opwaarderen. Maar doordat we dat contrast gaan verlagen bij het moment van opname, gaan we eigenlijk het dynamisch bereik van onze sensor gaan vergroten. Want als je buiten een foto of film opneemt van zowel een onderwerp als zowel lucht, felle lucht als donkere
of schaduw en zon en dergelijke meer gaat combineren, dan vraagt dat heel veel van je sensor op het vlak van dynamische bereik. Dus dan vraag je aan die sensor van zowel hetgeen in de schaduw als hetgeen in de zon, wat eigenlijk praktisch onmogelijk is, correct te gaan belichten. En door dat contrast te gaan verlagen, krijg je zo een compromis tussen beide. En dan kun je achteraf in je beeldbewerking het contrast terug gaan goedzetten. Maar ik denk dat we daarmee toch wel de voornaamste opties besproken hebben. Dus eerst en vooral de SD-kaart om samen te vatten. Dan de juiste video-instelling, de framerate. En de daarbij horende correcte sluitertijd. Niet te snel, dus rond de 50 van seconden bijvoorbeeld. En daarbij horend dan een aantal tips rond ND-filters en kleurprofielen en afbeeldingsprofielen. Zo, bedankt voor jullie aandacht. Hopelijk was het ook nuttig. En tot de volgende keer.